Klopjacht op gewetenloze kruispuntkillers. Bijna 2 jaar na een krankzinnige moord in België heeft de politie daar nu beelden van vrijgegeven. Het was in het Brusselse Molenbeek, midden op straat, op een avond in september 2016. Een automobilist merkt dat er 2 mannen op een scooter voor hem gemaskerd zijn en gewapend. Op dit moment staan ze achter dat verkeersbord. En die automobilist probeert hier te ontsnappen door te keren. Hij wil er vandoor gaan, maar dan wordt op dit moment het vuur op hem geopend met een machinegeweer, met een Uzi. En even later zien we hoe de schutter afstapt. Van de scooter, de bijrijder is dit dus. Hij loopt naar de Audi toe en schiet dan het slachtoffer, de man achter het stuur, van dichtbij dood met een handvuurwapen. En vervolgens zien we hoe de daders vluchten. Maar dat is nog niet alles, want zo'n 400 meter verderop crasht die scooter met die 2 daders. De bestuurder ligt bewusteloos op de grond en zijn passagier, die dus zojuist nog een moord heeft gepleegd midden op straat, carjackt een auto en sleept zijn bewusteloze vriend er naartoe. En op dat moment zien we ook hoe een andere auto stopt. Links in beeld staat hij met een derde verdachte die het oorspronkelijke 2-tal van de scooter te hulp schiet. Nou, we zien de bijrijder nog naar het wapen zoeken. Die loopt naar de plek van het ongeluk. Ja, daar ligt hij. En even later gaan ze er met z'n allen vandoor. En sindsdien ontbreekt dus ieder spoor van het trio. Zondagavond 25 september 2016 was dit. En de oproep van de Belgische politie is dus wat aan de late kant. Maar hopelijk weet iemand meer.